Goedemorgen. Hallo. Ben je wakker? Zeg maar hoe schoon de zon op. Kijk. Zie je? Het is er alleen. Ja. En nog? Zeg je er nog goed 's morgens vroeg? Het is licht. Het is goed licht, het is goed belegd, dat is waar. Maar ik heb mijn bril niet aan. Oh. Oh, kijk, hier een reiger vlak voor je. Zie je hem? Moet je de verrekijker hebben? Hier vlak voor je, dat wit vogeltje. Op zijn stijl. Ja, ik zie het, Zie je het? Ja. Wat is er eigenlijk zo tof aan vogels kijken? Is het benoemen der soorten? Daar begint het mee, hè. Mm-hmm. Maar wat dat vooral voor mij is, ik kan er lang naartoe kijken omdat ik dan zijn gedrag aan het observeren ben. Wat is het aan het doen? Dus waarschijnlijk eten aan het zoeken. Waar is het eten aan het zoeken? Ah, aan de oever, daarom met lange poten. Maar je zit eigenlijk zijn gedrag aan het observeren, hè. Ik denk, maar kan er ook volledig naast zijn, hè? Ja. Dat in 9 van de 10 gevallen het gedrag der vogel op zoek gaan is naar eten. Maar het kan ook echt gewoon... Ja, 9 op de 10 geval is het naar eten en 1 op de 10 geval is de partner zoeken. Maar ja, dat is het wel, ja. Maar wat doen we er veel meer, hè? Kijk, machtig. Wow, fenomenaal, hè. Wow. Zie ze? Oh, prachtig beeld. Zie ze? Ja, ze komen. Voilà. Oh. Schoon, hè? Ja. Het is een andere realiteit waar je stapt, hè. Ja. Maar wat dat nog een truc is, als je naar de verrekijker kijkt, want zo, nee, het moeilijk stabiel te houden, is eigenlijk je ellebogen steun geven en dan heb je veel stabieler beeld. En dan is het eigenlijk dat je naar de natuurdocumentaire aan het doen. Ja. Daar is het een soort samenkoming van vogelaars. Of zou dat een huisje zijn van iemand? Want de was hangt daar buiten. Dat is het voordeel van een verrekijker nu. Hè? Maar nee, dat is iemand zijn keuken. Hij. Dat is een huis van iemand. Die woont wel fantastisch mooi. In een afwas staan. En, ja, wat zien wij vogelaars met zijn groene kousen en botten aan. En nu raar wat te zeggen, want de meisje buigt voorover en zich geen BH aan. Maar ja, nu begin ik het eigenlijk te begrijpen, waarom hij naar de vogels zit te kijken. Je zit gewoon te hopen maar Danny, waar, ik dacht dat er een meisje opstaat in het riet met een blote tiet. Maaike, kijk Maaike. Ah ja, maar nee, maar moet ik dat niet zien? Nee, kan ik al wat ik denk is machtiger en mooier wat ik ga zien.